we elkaars kronen vieren en fixen. I prophesy. Ik profeteer. Victory is your crown. Overwinning is je kroon. I prophesy. Glory is your crown. Ik profeteer glorie is je kroon. I prophesy. Favor is your crown. Ik profeteer uw gunst is je kroon. I prophesy. Revelation light is your crown. Ik profeteer openbaring en licht is je kroon. I prophesy. Boldness is your crown. Ik profeteer dat. I see a victorious remnant rising. Remnant rijzen. To be bold and courageous. Om moedig te zijn. In this critical hour. In deze kritieke uur. Let's rise. Laten we oprijzen. Halleluja. Halleluja. My promise is trustworthy, said the Lord. Mijn beloften zijn betrouwbaar. All what I have spoken to you. Alles wat ik gesproken heb. About my health, about your health. Over uw gezondheid. About your children. Over uw kinderen. About your situation. Over uw situatie. About your business. Over uw bedrijf. About your school project. Over uw schoolproject. Everything that I have spoken about you. Alles wat ik over u gesproken heb. Het is waar. I'm not a man that should lie. Ik ben niet een man die liegt. Men can lie to you. Mensen kunnen liegen. People tegen can u. Reject you. Mensen kunnen u afwijzen. I have accepted you. Maar ik heb u geaccepteerd. I have called you. Maar ik heb u geroepen. I know what you need. Ik weet wat u nodig heeft. Come on. Believe me. Geloof mij. Trust me. Vertrouw mij. 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 Believe me. Geloof mij. And trust me. En vertrouw mij. Believe me. Geloof mij. And trust me. En vertrouw mij. Believe me. Geloof mij. I just repeat what I hear. Ik herhaal van wat ik hoor. Vertrouw mij. Can you embrace? Kan je omhelzen? You. Jezelf. Can you embrace you? Kan je jezelf daarin omhelzen? Rise on your feet, please. Sta op, alsjeblieft. You have to begin to embrace, to become everything that I have spoken over you before the foundation. You have to begin to embrace. To become everything that he has spoken over you before the foundation of the world. Can you embrace you? Can you? Because there is the strength and power. You have to begin to believe. Nobody, no words, no people, they cannot stop you.
Your mind cannot stop you. This time you arise as the lion that you are. Out of your belly shall flow a river to all, like a lion, 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 arise. Shine, na na mo santa la basha la bakaya. Take it, take it. Here it comes. Marabu shara bakaya. Every yoke of pain, every yoke of shame is removed by the oil. And I declare healing. Jouw schildklier. Ha, ik zie je schildklier. Maar ik spreek genezing over jouw schildklier op dit moment. Ik spreek het bloed van Jezus over jouw schildklier op dit moment. Ik spreek de kracht van de autoriteit van het bloed van Jezus. In Jesaja 53 vers 5. Geen ziekte zal in jou blijven. Je bent te gezalfd. En je bent genezen, zegt de Heer. Genezen, genezen, genezen. Ja, 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 ja. Hier komt het, hier komt het. Dank u, Vader. Dank u, Vader. Is er iets met je schildklier? Oké, het is klaar. Het is klaar. Het is klaar. Het is genezen. Het is genezen. Het is genezen. En je hart, zegt de Heer. Ik ben degene die de gebroken van harte moet genezen en herstellen. Healing oil is flowing from my heavenly throne. I'm healing your heart, your mind, your body, your spirit, your soul. Be healed and be whole. Be healed and be whole in your mind, body, spirit, and soul. Just stay a while in the presence of the Lord. There's a healing oil available. Genezingssalving op dit moment beschikbaar. There's a healing oil. Er is een genezingssalving beschikbaar op dit moment. There's a healing oil. Your faith. Whew. Man, God wants to heal your heart. Come, come. God wil je hart genezen. God wants to heal your heart. Nee, 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 nee. Er is geen blokkade. Elke blokkade wordt weggesneden. Je hart is open om te ontvangen. Open om te ontvangen. Ik spreek alles wat jou blokkeert. Ik pak profetisch de sleutel, want Jesaja 22, 26 zegt dat hij ons de sleutel heeft gegeven. Profetisch. En jij hebt het over geblokkeerd. Het is voor jou. God weet alles. Halleluja. Thank you, Lord.
Oké. Maak maar open. Ja, oké. Een beetje. Kijk. Geen blokkade meer, hè? Die heb je nu weggehaald. Seizoen. Heeft u manifestatie nodig? Heeft u manifestatie nodig? Amen. Dus neem het, maar weet, nooit een ketting gehad. Jawel, maar ik doe nooit kettingen. Oh, maar ja, u kan dit aandoen, u kan het ook bij u houden, wat u wil. Maar hierbij zegt God, ik heb jou de sleutel gegeven. Amen. En alles wat jij op aarde bidt, zal gebonden zijn. En alles wat je vrijzet op aarde, zal ontbonden zijn. Ontvang het en weet, zoals je het nu ontvangt, zal er ook een upgrade zijn in jouw leven. En God zal je hart genezen, want je hebt hem de sleutel gegeven van jouw hart. En God zegt, mijn genezing gaat nu als een levend water, als een verfrissend water. En ontvang het maar, ontvang het maar. En hou het maar niet tegen, doe het ook maar niet in jouw denken. Jij mag dat nu ontvangen. In Jezus naam, daar komt het, de kracht van de Heilige Geest. De wind van God. Ai, ai, ai. Halleluja. Halleluja. In Jezus. Halleluja. Can you continue? Ja, oké. Thank you. Halleluja. Well done. Yes. Well done. The first time. Hallo. Look at the better for my stem. Voor uw stem? Ja. Kom. Kom maar, kom maar. Kom maar. Kom maar. Kom, hallo. Uw stem. Ja, u mag daar staan. Vindt u dat goed? Ja, uw stem. Wat is er met uw stem? Ja, ik ja. Heb een koude. Ik heb een hele leuke stem. Ja, dat is een zware stem. Ja, oké. Dus u wilt eigenlijk gewoon weer mijn eigen stem. Uw stem terug. Ja, dat en een kan. En een leven. En een?
Een goed leven met de Heer. Een goed leven met de Heer. Nou, dat zijn mooie gebedsvragen. Ja. Nou, oké. Vader, ik breng uw zoon voor uw troon van genade, o Heer. Heere Jezus, ik dank u wel dat u hem kent, Heer. Heere, en dat zijn stem gehoord mag worden, Vader. En ik hoor de Heer zeggen dat u zegt, mijn stem is veranderd. Maar bij God is uw stem bekend. En hij zegt, elk seizoen heeft een andere flavor. En misschien is je stem nu wat grover, omdat ik juist wil dat jij een ander geluid gaat brengen, zodat droge beenderen, niet alleen in jou, maar ook de droge beenderen rondom jou heen kunnen op gaan reizen. Halleluja. Maar Vader, ik bid dat u het verlangen van uw zoon gaat geven, door zijn stem te vernieuwen en te bekrachtigen, o Vader, in de originaliteit dat u voor hem heeft bedoeld, Vader. Vader, ik dank u wel dat hij niet alleen zijn eigen stem mag horen, maar ook uw stem mag horen als nooit tevoren. Dat uw geluid doet weder klinken in zijn oren en dat hij uw stem mag volgen. En aangaande dat hij uw stem hoort, dat hij met zijn stem mag spreken in zijn buurt, in zijn familie, in zijn naaste en in zijn omgeving. Want u kent het verlangen van zijn hart, Vader, dat hij dicht bij u wil zijn. Heer, en een goed leven met u wil hebben. En u bent de goede herder. En u zorgt voor hem, Vader. Dank u wel dat ik hem zo mag zegenen vandaag. Heer, ik spreek genezing uit over zijn stem. Op dit moment. In Jezus' naam. Amen. Pray for your spiritual life. Okay. Bed for our kids. Okay. 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 Waiting on you, Lord. Waiting on you. And while I'll wait, I'll praise. Isaiah 40:31 say, those who wait upon the Lord, they shall be renewed in their strength. Do you understand English? Isaiah, degene die wachten op de Heere zullen de nieuwe kracht ontvangen. Yeah. Those who wait upon the Lord, they shall be renewed in their strength. And they will mount up with wings as eagles. And they will run and not become weary. I see you have become weary. I see you have become tired. Because there is so much chaos in your mind. But I came to declare today, by the power of the Holy Ghost, that every chaos in your mind, I speak the peace of God right now. The peace of God right now. Every chaos in your mind, I come against it in the name of Jesus, and I say, be still in Jesus' name. Be still in Jesus' name. Be still in Jesus' name. Be still in Jesus' mighty name. I bind and break every witchcraft spirit that came against you in the mighty name of Jesus. In Jesus' name. Jeremiah 29:11 say, I have a hopeful future for you. And you will walk in it. Er is een hoop chaos in uw home. Maar de Heer heeft vrede gesproken vandaag. Ik geef jou de vrede die de wereld jou niet kan geven. En het maakt je moe. Waiting on you, Lord. Waiting on you. While I wait, I'll pray. Blijf de Heer prijzen. Blijf de Heer prijzen. Laat jouw aanbidding niet stelen.
blijf de Heer prijzen. Blijf hem prijzen. Want door jouw prijs ga je de weg voorbereiden. Amen. Blijf prijzen. Blijf prijzen. En open jezelf. Open jezelf voor God. Ook in je stille tijd. Want Hij wil tot jou spreken. Soms ben je daar en dan ben je verward. Want ik zie jou en dan zeg je, maar Heer, ziet u mij niet? Maar Heer, hoort u mij niet? Maar de Heer is daar. Maar Hij wil dat je nog wat dieper bent met Hem. In dat diepe water. In dat stille water. Hij wil je daar houden. In het secret place. Dat is moeilijk. Ja, ik zie je. Ik spreek nu profetisch. Halleluja. Ja, dus je beaamt het. Ze zegt eigenlijk, ja, dat klopt allemaal. Dus ja, dat vind je moeilijk. Maar... met God is alles mogelijk. En jij kan alles door Christus Jezus die jou kracht geeft. Amen. Dus jij kan dit. En dan moet je eventjes alles rondom je heen even wegdoen. En zeggen, nou Heer, hier ben ik. En dan moet je je telefoon even wegdoen. Want je telefoon is een hele grote afleiding voor jou. En God wil jou disconnecten met wifi. En Hij wil je eventjes connecten met hemelse frequency. Dus doe de telefoon even weg. Doe de tv even weg. He, al die soapseries die je aan het kijken bent. Ja. Ja. Oh, laatste tijd niet meer zoveel. Oké, okay, maar dat is niet erg, hè. Ik kijk ook een filmpje, hè. Ik kijk ook een filmpje. Dat is niet erg. Ja, ja, ja. Dat is niet erg. Maar weet je, ik weet... Maar dat is niet erg, hè. Kijk, de vrede, de vreugde van de Heer, halleluja. Daar komt het. De wijn, de wijn, de wijn, de wijn. Nee, maar weet je, het is niet... Ik kijk ook een filmpje. Eergisteren zei mijn zoon, het is toch niet live, hè. Ik zeg, mama, zullen we een boek erop afjakken? Ik zeg, mama, een boek erop af, ja. Ja, mama, kom, laten we samen kijken. 19 jaar. Soms moeten we ook een beetje doen wat onze kinderen of wat de wit. Het is niet, weet je, als je maar niet helemaal in die... Dus het is niet erg. Ik heb Mokromafia gekeken met mijn zoon. Kop kan erbij. Dat kan, dus dat is niet erg. Maar balanceer je tijd met God. Amen. Amen. En ik spreek dat er nu op dit moment gewoon balans over jou en rust in je hoofd. Tegen deze chaos spreek ik, laat los in Jezus' naam. Ja? Halleluja. Glory.